Hoi, ik ben Reinhard van Eigenwijsbouw. Wij zijn een casco-bouwer. Wij plaatsen de woning, wij maken de fundatie. Alleen een stuk afwerking, dat moet je zelf doen. Dat zou allemaal iets kort door de bocht zijn. Dus ik wil je vandaag graag meenemen in deze mooie schuurwoning. Om wat verder in detail te gaan. Wat doen wij nu als bouwer en wat mag jij zelf doen? Bij ons wordt elke woning volledig op maat gemaakt. Ook als je kiest voor een standaard woning bij ons, is deze volledig aan te passen naar jouw wensen. Deze woning is een hele mooie woning, vind ik. Hè? Echte schuurwoning, mooie rechte lijnen, robuuste materialen. Staat in een dampopen folie, zoals wij dat noemen. Die kan zwart zijn, die kan blauw zijn. Dat is een beetje afhankelijk van wat voor gevel wordt er gemonteerd. Kozijnen plaatsen wij er ook in. Nou, hier zie je bijvoorbeeld een schuifpui die wij toegepast hebben. Het rachelwerk, dus dit noemen wij het rachelwerk, dat is aanwezig. Dat is ongeveer voor 80% is dat gedaan. Dus dat betekent, als wij klaar zijn, zijn er altijd stukken die aangeheeld moeten worden. Bijvoorbeeld hierboven zie je dat. Er zijn een aantal stukjes die moeten later door jou als klant zelf nog gedaan worden. Hierboven op het dak zie je de dakpannen zijn door ons gelegd. De goten zijn door ons gedaan. Maar dat mag natuurlijk ook altijd zelf gedaan worden. Nou, hier heeft de klant gekozen voor een houten gevel. Die houten gevel hebben wij geleverd. De klant die monteert de gevel ook helemaal zelf om zo te zorgen dat hij binnen het budget blijft. En hier hebben ze gebruik gemaakt van een thermisch gemodificeerde houtsoort. En die heeft een hele hogere duurzaamheidsklasse en er worden geen impregneermiddelen gebruikt. Als wij de woning opleveren, dan ziet de woning er zo uit. De woning, je ziet overal de groene tape zie je lopen. Ja, die tape, dat is voor de luchtdichting, hè, want uit elk kiertje kan dus koude lucht komen. En dat willen we niet. Nou, hier hebben we gebruik gemaakt van een houtvezelplaat. En, nou, heel mooi product, ook weer een natuurlijk product, hè, want wij bouwen onze woningen volledig dampopen. Dampopen is dat al het condens wat wij produceren, dat is 2 liter condens per dag per persoon, volledig door jouw woning heen, door de wand heen naar buitenkant. Dus je krijgt eigenlijk een soort Gore-Tex jas, wel waterdicht, maar ademend. De klant heeft hier gekozen voor dus de houtvezelplaat. Dit is niet standaard. Standaard werken wij met rachelwerk. Mooi woord weer. Wat is dat? Dat zijn balkjes 45-45 waar de isolatie tussen gedaan wordt en de leidingen tussen gedaan worden. Wij werken wel altijd met een leidingspouw. En waarom werken wij met een leidingspouw? Als ik in de buitenmuren gaten ga boren en daar de elektra in aan ga brengen, heb ik gaten in mijn luchtdichting. En dat is heel erg belangrijk om te zorgen dat mijn huis wel damp open, maar zo goed mogelijk luchtdicht is. Want anders komt de tocht letterlijk gewoon uit je stoppertank. Nou, de balken die zijn dus in zicht. Wat zijn de volgende stappen die gedaan moeten worden? Er moet isolatie aangebracht worden. Nou, dat heb ik hier. Dat is houtvezelisolatie, ook een mooi natuurlijk product. En ook niet irriterend voor jezelf als je het gaat verwerken. En daarna, als het dus geïsoleerd is, gaan dus de leidingen ertussen of eroverheen. En dan dient er dus een plafondlat aangebracht te worden. Leveren wij ook erbij. Nou, we zijn hier op de bovenverdieping beland. En hier kan ik even heel mooi laten zien hoe dat nou precies werkt met die leidingspouw. Je ziet hier de leidingspouwplaat. En je ziet hier de groene tape specifiek weer voor die luchtdichting. En hier overheen wordt dus de gipsplaat geplaatst. Dus die gaat er hier overheen. Die wordt vastgezet met lange schroeven. En dit stuk doe je natuurlijk uiteraard of zelf of je laat iemand anders doen. Dus met het aanbrengen van de fundatie nemen wij mee het riool en de koud- en warmwaterleidingen. De rest van het installatiewerk, dat doen wij niet. Dus zaken zoals elektra, waterleidingen, dat soort dingen, dat moet zelf georganiseerd worden. Nou, ook wat betreft kozijnen, dit is een hele mooie schuifpui. Hè? Van de binnenzijde hout en van de buitenzijde bekleed met aluminium. Er zit een mooi onderhoudsvrij kozijn. Kan ook in 2 kleuren. Ja, dus de binnenzijde kan een andere kleur zijn dan de buitenzijde. En hier hebben we ook gebruik gemaakt van triple glas. Kijk, dat kan je hier zien. Dat is echt best wel een glasplaat. En qua comfort is echt fantastisch.